Vandaag verkopen we een telefoon, tablet, geldzaag, PlayStation 4 op Marktplaats voor het prachtige bedrag van 0 euro. Oké, bereid je voor, want dit wordt er eentje. Vandaag ga ik samen met mijn Mattie Pol mensen blij maken op Marktplaats. Denk! Want ja, wie wil er nou geen gratis spullen? Voor je zo, die PlayStation gaat hard niet, jongen. Het lijkt nog lastiger dan verwacht. Wat zit erachter? Uiteraard geven we de spullen niet zomaar weg, want mensen moeten er wat voor doen. Als het een cadeau is voor iemand anders, dan mag je hem hebben. Daarnaast vertrouwt Marktplaats ons ook niet helemaal. Veiligheidsredenen wordt je verzocht een nieuw wachtwoord in te stellen. Ze blokkeren namelijk onze Nou ja, wacht, je ziet het vanzelf wel. Dit wordt leuk. Oh ja, ik ben met Pol. Ja. Ik heb een vraagje. Mag ik een keer zo'n gek filter wat jullie editors altijd doen? Ik hoop dat die wat ze hebben gedaan. We hebben hier een tablet. Windows Surface. Die dingen zijn gewoon duizenden euro's. Een telefoon. Zo goed als nieuw. Een brief van 50. Ik schrok van een brief van 50. Een PlayStation, zoals je ziet. Ja, dit ding had ik nog in de schuur liggen. Dit is voor echte mannen. Even zo'n gitaarsolo. Echte mannen. Zullen we het dan maar even opgooien? Ja, gaan we doen. Oké, we hebben de foto's gemaakt. We hebben alleen nog een kleine twijfel. Ik wil een brieven van 50 op Marktplaats zetten voor 0 euro. Bijvoorbeeld deze plant van mij is een beetje verrot. Die mag weg. Dat we dan de plant op Marktplaats zetten, maar dat die 50 euro hier inzetten. En dan zeggen we gewoon, plant in precies deze staat meenemen. Oké, ik ben overtuigd. Let's make some money! Oh nee. Ik zat te denken, een cirkelzaag. Wij vragen gewoon aan iedereen die hem wil. Stel je voor, je moet een merk Pilsie kiezen. Nou, als hij dan het merk zegt wat wij in ons hoofd hebben, ja. Dan mag je hem hebben. Ja, en hij moet het meenemen voor ons. Ja, oké, dat is waar. Heineken gewoon doen? Ja. Kijk, bij de tablet dacht ik dat we gewoon vragen wie is de hardste YouTuber van Nederland. Ja. Oké. De Huawei-telefoon. Gratis en voor niks, Hero. Als je een Ajax-shirt aan hebt. De PlayStation. Als het een cadeau is voor iemand anders, dan mag je hem hebben. Als je hem voor jezelf koopt, mag het niet! We moeten nog iets bedenken voor de persoon die de plant mag hebben. Die mag hem komen ophalen. Maar dan moet hij wel een tekening voor ons maken. Ja. Van koning Willem-Alexander. Het is nu 13:22. Nou, we hebben nu de Huawei en een mooie geldplant. De PlayStation 4 met pijn in mijn hart. Gratis. 0 euro! Hoe duur is dit ding normaal gesproken? Dit ding. Surface. Volgens mij is dit hem. 625 euro. De Microsoft Surface Pro 4. Alles staat er inmiddels op. Er zijn mensen die zijn zo waar geïnteresseerd in onze spul. Van Berg vraagt over de PlayStation. Wat wil je er minimaal voor hebben? Niks. Het is gratis. En geen grap. We hebben iemand hier die geïnteresseerd is in de PlayStation. Die wil hem helaas voor zichzelf. Helaas. Jammer. Dan, mag je hem niet dan krijg je hem helaas niet. Het moet voor iemand anders zijn. Wat is de reden dat u de laptop gratis wegdoet? Wie is de vetste YouTuber van Nederland? Jeremy. Helaas. Het is dit nou we moeten eigenlijk de antwoord ook niet zeggen, want dan gaan ze misschien via iemand anders met een account. Ja, snap je? Nicolo zegt kwebbelkop. Helaas. Helaas, jammer. Mark en Nadia. Oké, op één voorwaarde. Wat voor pils zou jij voor ons meenemen? Wat gaat hij zeggen? Als hij Heineken zegt, dan mag hij hem hebben, de cirkelzaag. Kom op. Nee. Amstel. Nee! Mark, we gunnen je het zo. Shit. Oh, wat jammer. Kut, maar hij zegt zelf ook nee. Je had hem gewoon kunnen bemachtigen. Fucking Mark. Ach, nee! Voor de Borse cirkelzaag, Hertog Jan. Helaas. Pindakaas. Niet het juiste antwoord. Spijtig, weer een verliezer. Het enige wat ze hoeven te zeggen is Heineken. Doe maar mee. Alles, waarom doe je alles gratis weg? Waarom? Daarom. Thanks, maar heb niet echt nodig. Toch bedankt iemand die wat minder heeft, kan beter gelukkig maken. Deze man is echt... Hij hoeft hem niet. Hij wil hem niet. Je bent een geweldige vent, JM. De prijs van 0 euro is toch te hoog. Dus we moeten even overgaan op een andere strategie. We gaan adverteren via Marktplaats. Ja, we gaan dagtoppers kopen. Voor 1,85 euro. Adverteren op Marktplaats voor de gratis shit van 0 euro. 5 minutes later. Iedereen wil ineens de PlayStation. Het gaat weer gebeuren, mensen. We hebben Lekker. De eerste. Dulo. Is het cadeau voor jezelf, voor mijn kinderen. Oké. Ja, hij was als eerste. Oké. Zeg Dulo. Je mag hem komen halen. Lukt het? Komen halen. Nu? Alleen moet wel nu. Voor jezelf. Oh, die PlayStation gaat hard niet, man. Ik weet niet wat. Ik denk dat de advertenties even op zich lieten wachten. Ja, die beginnen nu te rollen. Ik kan straks komen. Ongeveer 4:15. Prima. Toch? Ja. Dulo, gefeliciteerd. Ik ben eindelijk gratis iets weg. Oké, ik ga hem kijken. Oh, de Enzo. Godverdomme. Hey. Jezus, zo moeilijk is het toch Enzo niet? Enzo 0, helaas.
Wie zegt ook de Enzo? De Enzo. Je hebt het wel te moeilijk gemaakt voor de mensen. Ja, zo moeilijk is het niet. Oké. Okay. Harry. Hierbij bied ik 10 jou. Nee, het is gratis. Hij wil 10 euro bieden voor gratis. Een tablet. Het is gratis. Geef hem dan maar weg aan een veteranenstichting. Dan komt hij op een mooie plek terecht waar men hard kan gebruiken. Dan komt hij op een mooie plek terecht. Heeft hij wel gelijk mee, maar goed. Hoezo wil hij hem wel voor 10 euro, maar niet... Ja. Echt rare mensen op Marktplaats, hè? Jeetje. Het gaat nu zo snel. Hier. Ik ga voor Heineken. Ja, iemand heeft het. Yes. Ja. Eindelijk. Hij had 1 kans en hij zegt Heineken. Gefeliciteerd. Rijmokum. Oh, eindelijk. Het loopt een beetje. Het loopt. Wat? Soldaat Lelystad kiest voor Calvijn. Wacht, leg even uit. Hij zegt, in principe zou elk antwoord goed kunnen zijn, omdat iedereen daar een eigen mening over heeft. Dan kies ik voor Calvijn. Hij heeft zelfs een award gewonnen. Ja. Hij krijgt de Huawei. Moet wel nu. Beter wel. Kijk, niet normaal joh. Het ontploft echt. Het ontploft echt heel erg nu. Wat was voor de Huawei ook alweer? Hadden we niet al iemand die... Huawei hadden we. Oh, Huawei is Ajax shirt. We halen alles door elkaar heen, jongen. Wat? Huawei is het Ajax shirt. De tablet was hardste YouTuber van Nederland. Jezus. En wat doen we hier hardste YouTuber van Nederland? We zijn alles aan het verneuken hier. Hé, hey, nog meer. Samir. Ja, omdat ik nu... Samir. Als u geen grap maar heel blij met liefst ook iets teruggeven. Het enige wat je hoeft terug te geven is dat je een Ajax shirt aandoet. We hebben de boel een beetje door elkaar gehaald. Het spijt me, maar ik wil gewoon iemand in een Ajax shirt voor de deur zien staan. Punt. Samir. Hier, we gaan Samir even bellen. Bel maar even. We gaan Samir bellen. Bel jij hem even? Ja. Hey, goeiedag. Ja, hallo. Ja, we horen je. Ja. Hallo. Je mag hem komen ophalen. Lukt dat? Ik hoop het wel. Ik zit even te wachten op een auto dat ik kan regelen. Okay. En dan kom ik die kant op. Je moet wel een Ajax shirt aandoen. Ja. Dat weet ik. Okay, top. Waar heb je de tablet voor nodig? Ik heb het nodig voor school. Okay. Hele goede reden. Yes. Okay, rustig. Hoi. Okay. We're back in business. Back in business. 0 euro verdiend. Nog steeds storm. Het loopt storm. De teller staat nog steeds op 0 euro. Even een status update. De PlayStation 4 is verkocht aan Dulo. Dat was een cadeautje. Dat was de voorwaarde. De tablet is ook verkocht aan Samir. Samir heeft hem nodig voor school. Hij komt hem als het goed is halen in een Ajax shirt. De zaagmachine dachten we verkocht te hebben. Maar toch niet. Want die gast reageert niet meer. De telefoon hebben we wel verkocht. Soldaat. Ik weet niet hoe die heet. Meneer Soldaat. Vond mij de beste YouTuber van Nederland. Nou ja, dan heb je het goed. Dan mag je hem komen ophalen. En tot slot de dode plant met 50 euro erin. Die is nog niet weg. Paniek! Er is paniek, mensen. Ik werd opeens uitgelogd en om veiligheidsredenen wordt je verzocht een nieuw wachtwoord in te stellen. Marktplaats gelooft het zelfs niet. We hebben ook gewoon betaald ervoor. Dus het is laat ons. Bot ingetrokken. Geef mensen gratis spullen. En dan word je geblokt van Marktplaats. Nou, we hebben eindelijk iemand te pakken. En we moeten allemaal dingen aangeven. Wat is je nummer? Wat heb je geplaatst? Wat is je huidige IP-adres? Wat is de reden van de blokkade? Dat weet ik helaas niet op dit moment. Vandaar dat je account doorzet. U zou ongeveer Dulo er moeten komen voor de PlayStation. Maar ja, we hebben, als ze nu iets willen van ons, dat weten we niet. Want Marktplaats is geblokkeerd. Misschien hebben ze allemaal mail gekregen van de Marktplaats fraude. Advertentie is verlopen, want het is geblokkeerd. Dus is alles helemaal verpest. Hoor. We moeten hier maar gewoon wachten. Totdat ze komen. Ja. Dus ja, wat zag je dan? Je zag dat de advertentie was weggehaald? Ja, alles is weggehaald. De advertentie en ook de gebruiker. Had je je Ajax t-shirt aan? Ja. Hé, hey, top man. Top man. Is goed, zien we je zo. Okay. Alles is weg. Ja. Maar al die mensen denken natuurlijk nu ook, what the fuck. Ja, dat is van een scam. Ja, die mensen, ja, gaan we echt niet ophalen hoor. Dat zal wel nep zijn. Oké, breaking news. Volgens mij is er iemand. Hallo, ik heb achteraf de Marktplaats. Ja, Marktplaats. Ja, hey, goeiedag. De PlayStation. Waarom kom je? De PlayStation. Ja. Dat was een cadeautje toch? Ja, voor mijn kinderen. Oh, nou top. Kom erin. Oh, dat zijn ze kinderen. Dat is great. Ja. Free PlayStation. Ja, yeah, thanks a lot. For you. And for my kids. No. And your children. For your children. I don't have time for play. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you. Yes, okay. Thank you for kids. Bye-bye. Thank you. Nou. Lekker. Boom. Ja, toch wel. We waren al bang. Hij is gewoon gekomen. En echt voor zijn kinderen, hè? Dan, ja. Hoe mooi is dat? Legend. Oké, 5 minuten later. Oh. Hey, man. Was voor soldaat Leester, man. Wie is de beste YouTuber van Nederland? Calvijn. Hey. Kan het niet waar zijn, bro. Ja. Alsjeblieft. Hey, thanks, bro. Was je echt op zoek naar een telefoon? Nee, ik was gewoon op zoek naar inkoop van een telefoon. En toen stond hij gratis. Ja, oh ja. Feliciteer met je telefoon. Thanks, bro. Oké, later. Fucking mooi toch, tegen die papies? Ja. Dus hij komt hem ook ophalen om te verkopen. Ja. Nou,
Hallo, zoals beloofd een mail over je account. Ik heb je account heropend in goed vertrouwen. Helaas zijn je advertenties verwijderd door de blokkade. Oké, dus we zijn weer wel weer terug in de lucht. Ik vraag me wel serieus af waar die Ajax shirt blijft. Die zou er al lang moeten zijn. En we hebben iemand die nog steeds de plant wil. Zullen we dan die ene man bellen die, die zijn nummer had achtergelaten? Ja. Oké, goeiedag. Hey, goeiedag. Hallo. Zeg het eens, vertel. Wat zit erachter? Wij hebben een plant met 50 euro. Ja. En die willen we graag. Daar willen we graag vanaf. Ik stuur je tikkie. Nee, we willen graag van het briefje af. We houden niet van briefgeld. Maar dat is toch super raar? Je gaat toch geen 50 euro weggeven? Waarom niet? Waarom wel? Dan maak je iemand anders blij mee. Ja, dan stuur ik je wel een tikkie. Nee, dat kan dus niet. Ja, het klinkt een beetje fishy. Ja, dat kan ik me goed begrijpen. Dus als je er niet prettig bij voelt, dan hoeft het natuurlijk niet. En we willen wel een tekening ervoor terug van Willem-Alexander. Ik weet niet hoe die gast eruit ziet. Nee, oké, dan houden we het hierbij. Is goed, succes. Oké, dank je. Hoi, hoi. Ze zijn zo argwanend. Ze snapten helemaal niks van. We hebben is hem. Het hem. Is het hem? Ja! Lekker! Ja. Waarvoor ga je hem gebruiken? Voor school, man. Ja, ja, dat is en voor niks. Omdat hij een Ajax t-shirt had. Heel erg bedankt. Veel plezier. Yes. Succes op school. Dankjewel. Daar gaat hij. Met zijn tablet. Ik ben gewoon happy voor deze guy. Ja. 1 uur later! En onze Jan van de cirkelzaag, die komt niet. Tenminste, die is nog niet gekomen, dus we hebben hem afgezegd. We hebben wel een nieuwe kandidaat, laat eens even zien. Hij zegt leuk, tot zo. Heeft hij dat bier goed geraden? Weet, ja, dat heeft hij zeker goed geraden. Kan je hem nu ophalen? En wat is ons favoriete biermerk? Als je die raadt, is het van jou, Heineken. Oké, nou dan verdient hij zeker wel een gratis cirkelzaag. Hij neemt wel 2 pilsjes mee. Ze begon met, hallo Pol, leven de plantjes nog? Ik zeg, nee helaas, de 50 euro is wel intact. Ik kom hem wel halen. De tekening van koning Willem-Alexander, gaat dat je lukken? En het enige wat ze zeggen is, ik ga mijn best doen. Misschien moeten we haar 100 euro geven. Als de tekening mooi is, dan verhogen we het naar 100 euro. Ja, en dat weet ze niet nog. Hallo? Nou, ik ben ready. Nou, we hebben hier een prachtige plant met 50 euro erin. Ja, hoezo dan? Maar we willen er wel wat voor terug. Ja, dat begrijp ik. Een tekening van koning Willem-Alexander. Jazeker, een zelfgemaakte tekening. Het kan zijn dat ik voor niks daar kom, dat dit gewoon een hele flauwe grap is. Dat zou kunnen. Ik vind het nu al grappig, dus ik waag het. Oké. Okay. Ja! Oké, doei. Eindelijk heeft iemand humor. Hey. Yo! Hey. Lekker man, pils! Ik ben Kelvin. Hi. Dus je hebt hem nodig voor wat? Binnenkort verhuizen. En doe graag zelf klusjes. Dus, Oh, gruwelijk. Nou, kijk. En Max, wij hebben jou gevraagd, wat is het beste biermerk van Nederland, van de wereld? Toen zei jij? Heineken. En wat heb je bij je? Oh, ja, Heineken lekker. Natuurlijk. We zitten al de hele dag te wachten op een beetje pils. Echte mannen. Jij hebt meegekregen dat ons account soort van ineens weg was. Ja, ineens waren alle advertenties weg. Dus ik dacht van, dit is echt een oplichterij of zo. Toen dacht ik, nou ja, 12 minuten fietsen. Het zal wel, het is het ergste wat er kan gebeuren. Ja. In ergste geval was een domme grap en kreeg je niks. Ja, daarom. Maar je hebt hem in je tas zitten, de cirkelzaag. Thanks, ik ga mijn best in. Oké, man. Oké, top. Okay. Gewoon blik bier ook. Nou, dit is het enige wat we vandaag verdiend hebben. Ja. Cheers. Wat harde werk. Ik wist dat verkopen zwaar was, maar dingen verkopen voor 0 euro is nog veel zwaarder. Het is echt oprecht. Ik ben echt een Marktplaats fan. Ik koop en ik verkoop veel via Marktplaats. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat mensen zo moeilijk doen. Oké, we zijn er. Het heeft nog even een uurtje geduurd, maar... Hallo! Hallo, hallo. Met wie hebben we het genoegen? Met Adisa. Hallo. De 50 piek is... Nou, het is eigenlijk helemaal voor jou. Waarom doen jullie dit? Nou, we wilden gewoon graag van de plant af. We gaan... Nou, wat dit is dit nou? Bizar. Dit is zo mooi gemaakt. Kijk even hoe vet het is geschilderd. Ik ren even naar boven, ik heb een verrassing. We maken er gewoon 100 euro van. Ja. Nee. Ja, zeker. Alsjeblieft. Hoppakee. Iedereen gelukkig. Wauw, fantastisch. Nou, geniet van de plant. Dankjewel. En van de... Hoi. Doei. Roos. Hoi, hoi. Doei. Ja. Beter kan het niet. Ja, hoor. Dat is echt fucking grappig. En wat ze heeft gemaakt is echt no joke. Ja. Het is echt geen joke. Hier. Kijk dan, onze koning. Hoppakee. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!